Goedemiddag iedereen, mijn naam is Julie, ik ben lid van We Are Next. Vandaag komen wij Toestel ter Meisjes interviewen. Ben je ook benieuwd hoe het verlopen is? Blijf dan zeker kijken. Goedemiddag juffrouw Nancy, en met turnen van kleins af aan, maar heb je zelf ook deelgenomen aan het springen? Ja, ik denk dat ik turnde vroeger van mijn 6 jaar tot aan mijn 19 jaar. Ja. Ik heb de laatste training en het kindjes nu doen allemaal gedaan. Maar dat was ook, ja, pas al denk ik, goed tellen. Bijna 40 jaar geleden, hè, van mij. Ja. Dus de wedstrijden zijn dan allemaal een beetje anders dan dat nu is. Maar ja, ken ik wel nog niet gedaan. In turning European en Jeugdkampioenschap. Amai, goed. En was het dan altijd een droom om zelf te trainen te worden? Eigenlijk niet. Ik ben daar een tijdje op van tussen geweest. Andere sporten gedaan. En toen had ik daar veel begon te turnen. Ja. En de ene vragen om trainer en zo. En ik ben hier vriendjes startjes begon. En nu ja, zijn ik bij de I8 van de E-Plus. Oké. Okay. En wat was vroeger jouw leukste toestel om te turnen? Een vloer. En waarom? Ik denk omdat dat durf, ja. Ja, ik weet niet omdat ik dat best kon, denk ik. Ja. Of tot de moeilijkste dingen in mijn ogen kom, die ik graag vind. Oké. Okay. En bal was minst. Minst leukst. Ja? Ja. Ja, schrik altijd om eraf te vallen dan. En ja, ja schrik. Want allee, ik deed wel graag, maar dat was mijn minst leuke toestel. Oké, okay. Super. Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik ben begonnen met turnen op 8 jaar. Dus eigenlijk was dat gewoon thuis vragen van ik wil gaan turnen. En van het een van het ander. Oh. Je was onlangs aanwezig toen dat Mina der Waal wereldkampioen werd. Hoe was die ervaring? Dat was super. Kippenvel moment. Dat was echt... ook omdat je daar een beetje in opgegroeid bent door te leren en dat je weet wat dat de moeilijkheid van de oefening is en dat je dan ziet van wauw, inderdaad, het is hier mogelijk om hier heel goed te scoren. En dat beseffen, dat was super om dat van op de eerste rij te kunnen meemaken. Ja. Dus dat was leuk. En over jureren gesproken, hoe ervaar je het om naast trainster ook jury te zijn? Eigenlijk is het nodig om als trainster jury te zijn, om te weten hoe je de oefeningen moet samenstellen en wat de moeilijkheden zijn, hoe de waarden van de oefeningen bepaald en berekend worden en dat je dan eigenlijk per turnster kan zeggen van dat is mogelijk voor jou, dat is mogelijk voor iemand anders en op basis van eigen kunnen een zo goed mogelijk oefening te kunnen samenstellen. Dus het
is, het hangt samen. Je moet het eigenlijk een beetje allebei zien. Ja, oké. En toen je vroeger nog turnde, wat was jouw favoriete toestel? Favoriete toestel? De brug eigenlijk en de vloeroefening. Ja, oké. Dat was alles. Dag dames, wat is jullie naam? Minner, Elise, Liana, Victoria. Oh, en hoe lang turnen jullie al bij de Noordzee? Dat weet ik niet. Vier jaar. Amai, ja, zo lang. En vinden jullie het hier leuk? Ja. En wat is het leukste moment dat je tot nu toe al gehad hebt? Zo'n turnfeest, wedstrijden? Trampoline? Brug. Dat vinden jullie het leukste toestel? Ja. En wat is het moeilijkste element dat jullie al ooit een keer hebben gedaan? Wat is dat op de balk? Ja, is dat heel moeilijk? Ja, en hoe komt dat? Zo een beetje en. En is er een persoon waar naar wie dat jullie opkijken? Ja. Ja, wie? Nina Derwaal. Nina Derwaal. Een hele mooie turnster. Naomi. Janne. Ashley. En wat is de leukste ervaring die je tot nu toe al gehad hebt? In 2016, Belgisch kampioen. ik weet niet zo goed eigenlijk. Nu vorig jaar had ik de laatste wedstrijd gehad. Amai. En wat is jullie favoriete toestel om op te turnen? En waarom? Ik denk brug. En grond, brug is zo'n ritme dat ik leuk vind. En grond voor de snelheid en de hoogte en zo. Voor mij ook grond, omdat je dan een grote oefening hebt en verschillende dingen erin. Voor mij ook grond en ook sprong. Grond is dan leuker omdat je dan dansjes kan doen. En bij sprong kan ik mijn chocolade halen. En is er een persoon aan wie jullie opkijken? Of een... Misschien Morgan Hurd? Ja. Ja, sowieso Simon de Bijls. Ja, ik heb Simon. Amai. Oké. En wat is het moeilijkste dat je al kan? Zo vrij rat, dat betekent rat zonder handen op de balk. Op de balk? Nee, op de balk. En is er een persoon naar wie dat jullie opkijken? Nina Derwaal. Nina Derwaal, ja. En doen jullie al wedstrijden mee? Ja. Ja? Wedstrijden. Binnen 2 weken. We hebben al 3 wedstrijden en dat is allemaal bronspunten. Ja. Ik had nog 1 puntje en dan had ik geen zak. En ik had gewoon brood. Maar dat gaat wel goed komen, hè? Ja. En wat is jullie favoriete toestel als jullie hier turnen? Een blue. En waarom blue? Omdat tijdens choreo doen en zo. En muziek. Ja. Ballen, omdat ik dat leuk vind. Ja, een balk. Ja. En is er iemand naar wie jullie opkijken? Misschien wel een baas. Nina Derwaal, Morgan Hurd.
Oké, dag juffrouw Kim. Hoe was de belevenis als topsporter? Goh, een hele ervaring, want dat heeft heel mijn leven eigenlijk gevormd. Dus een beleving is veel meer dan een beleving, zal ik zeggen. Ja. Ja. En was dat goed te combineren met school? Ik kreeg maar 4 uur les per dag, zal ik zeggen. Dus zoveel school is dat niet echt. Dan is het te combineren, maar het blijft wel zwaar. Dus ze laten niet voor niks eigenlijk die uren vallen. Het is heel veel trainen en al die nog schoolwerk. Het is haalbaar, maar het is ook zoals turnen blijven werken. Ja. En wat heb je het meest geleerd als topsport? Doorzetting. Waar een wil is, is een weg, zal ik zeggen. Dat je eigenlijk niet snel moet opgeven. Ja. Dat is het belangrijkste. En hoe ervaar je het nu om de aan jou aangeleerde turntechnieken door te geven aan andere gymnasten? Momenteel heel positief. In het begin iets moeilijker toen ik ben moeten stoppen met turnen. Dus dat was voor mij heel moeilijk. Ik heb niet zelf de keuze gehad. Ik heb bewust de turnzaal even vermeden omdat het pijn deed, of hoe dat ik het moet zeggen. Het was heel gevoelig. Maar ik kwam telkens terug en als ik op wedstrijden zat, dat was meer als een passie. Dus dat zat heel diep. En ik denk als dat zo'n gevoel geeft, dat dat wel extra positief is als je dat zo kunt overbrengen. Ik merk hier ook in de zaal dat ik soms heel luid roep of heel enthousiast ben. En dat is gewoon omdat het mij zo hard raakt. Ja. Dus ik breng het heel graag over. Allee, kom op, trek op je hielen. Kom op, harde benen. Allee, allee. Allee. En om bij je toestel turnen meisjes te turnen, moet je als turnster door bepaalde selecties geraken. Op welke basis wordt dat? Niet alleen fysiek, dus je moet goed kunnen springen, goed kunnen lopen, snelheid, lenigheid, al die dingen. Maar ze kijken ook wel direct al, ook hoe klein ze zijn, naar het mentale aspect. Geven ze snel op, hebben ze doorzetting, kunnen ze een beetje pijn verdragen, ja of nee. Dus het is wel veel meer dan enkel het fysieke dat telt. Oké, en dan de laatste vraag. Toen je vroeger nog turnde, wat was jouw favoriete toestel? Ik heb er 2 als dat mag. Ja, de balk weet ik eigenlijk heel graag, hoewel ik een heel harde val gemaakt heb daar, maar toch. Ja. En de grond, de muziek, de choreo, al die zaken, dat is wel iets dat bij mij past. Okay. Ja. Nu hebben wij nog 1 doelvraag voor jou. Zou jij van ons overslagsschroef kunnen doen? Ik zou dat willen doen voor jullie, ja. Dank u.